Welkom bij de Zomertour. We zijn vandaag in Hoorn. En daar is een markt, een hele grote markt. Het is een speciale markt, de Weversmarkt. Een markt vol met creatievelingen. Het is niet alleen hier op de Rode Steen, maar de hele binnenstad is vol met kramen. En ik heb nog nooit zoveel breiwerkjes en garen en wol en alles bij elkaar gezien. Hier zit volgens mij een heel creatief clubje. Haak Café de Turf, dames. Ik kom er even tussendoor. Natuurlijk. Oh, u bent heel druk aan het bellen, zie ik. Nee. U bent alvast aan het bellen dat u op televisie komt? Dat dacht ik, ja. Dat dacht ik aan. Dus dat was best leuk dan. Wij zijn heel snel, hoor. Heel goed. Maar u bent een haakcafé. Kunt u er iets over vertellen? Inderdaad. Dat wordt één keer in de maand wordt dat gehouden. Door verschillende dames die hier zitten. Dat wordt op donderdagavond gedaan. Van 6:30 tot 9:00. En dan bent u aan het haken en aan het drinken? Haken en aan het drinken, natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Maar het is een heel gezellige avond. En dat doen we zo één keer in de maand. En dan onder elkaar? Of? En dan mag iedereen die mag zijn eigen garen meenemen. We kunnen daar de consumpties bestellen. En dan het animo van het haken, dat wordt door ons dan... Je kan dat doen en dat doen. Ja. Dus dat wordt gewoon zo allemaal gedaan. Ja, nou, dus, u bent allemaal heel creatief. Ja. Maar we hebben de mensen hier op de markt ook gevraagd of ze weten waar Hoorn op de kaart ligt. Ik dacht hier ergens, maar geen idee. Het is hier, ligt Alkmaar. Ja, dan moeten we wel die kant op. Zo, dit gebied. Dat is goed. Ja? Oké, mooi. Even kijken hoor, de dijk is daar. Ja, hier. Dit is West-Friesland. Nou, bijna goed, het bijna ligt goed. Meer hier. Oké. Piep, 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 piep. Groot. Heel goed, meneer. Ik dacht dat het hier ergens moest liggen. Ja. En wat denkt u? Even kijken hoor. Nee, het ligt hier waarschijnlijk. Ja, daarvoor inderdaad. Ja. Gaat u gewoon. Ja, hier bij de Hoornse Hop. Ja. Zet hem er maar op. Oh, nou, hij is goed hoor. Ja? Ja hoor. Nou, ja. Kijk, allee. Alice, beginnen. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het ook nog niet eerder gedaan. Het is vanochtend een keertje, het is nu van mijn tweede keer. Ik ben met lontwol bezig. Lontwol? Lontwol, ja, dat is wol die zo'n beetje in de lengte gegaan is. Ik ga er even bij staan, dan lijkt het wat makkelijker praten. Ik kom eraan, dames. Ja, dat komt. Lontwol? Ja. En misschien moet ik het eerst even, want u bent de lerares. Ja, of u verkoopt dit, u maakt dit. Wat is het? Ik maak dit en ik verkoop dit. Dit is het mengbord. En het is de bedoeling dat je eigenlijk zelf je kleuren kan mengen voor je garen. Dus dat wil zeggen dat je de kleuren erop legt. Alles wat je wil. Je kan ook zijde er doorheen mengen of bananenzijde. Nou, en dat gaat dan een beetje zo. Ja. En uiteindelijk, als je tevreden bent met het kleurenmengsel wat je hebt gemaakt, dan rol je er uiteindelijk zo'n rolletje van. Dat wilde ik vragen, want wat heb je dan? Dan heb je zoiets. Ja. En dat kun je gaan spinnen. Dus dan trek je hem hier zo uit. En dan komen die kleuren, die komen één voor één tevoorschijn, zeg maar. Dus dat betekent dat je een heel mooi gemêleerd garen krijgt. Dan heb je je eigen kleurencombinatie in garen. Van begin tot eind eigenlijk heb je dan zelf bepaald wat voor kleuren je in je garen krijgt. Ja. En had u daarvan gehoord voordat u hier vandaag kwam? Ik heb het ooit eens gelezen, maar nooit zelfs gedaan. Ik heb ook zo'n bord niet. Ik kan wel spinnen, maar dan, daar houdt het mee op. Dus ik zag mevrouw staan. Ik kwam met haar aan de praat en zij nodigde mij spontaan uit om mee te doen. En ik ben nooit vies van dit soort dingen, dus ik ben even gaan meewerken. En vindt u het wat? Oh, het is geweldig. Het is, het is helemaal niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Zo van, als ik het kan... Geef ons eens even en laten we even zien wat u geleerd heeft. Wat Nanda mij eerder heeft laten zien, inderdaad, gewoon opleggen, een beetje vasthouden en je probeert het dunnetjes eroverheen. En het is net als kammen, zo'n beetje. Maar andersom, om niet als je een hond kampt, heb je de kam in de hand en je kampt de hond. Mm-hmm. Nou, hier heb je de hond in de hand en de kam ligt.
Dus je kunt het van je eigen kat, heb je een lapjeskat bijvoorbeeld, met leuke kleuren? Zou kunnen. Zou misschien met kattenhaar ook nog kunnen, maar ja. Dus ik heb... Terwijl het aan de kat zit, zou ik niet dit gaan doen. Maar zeg maar met los kattenhaar kan dat prima, ja. En dan? En wat heeft u verder nog geleerd? Straks heb ik die twee nodig om ze eraf te halen. Mijn boot is nog niet helemaal vol, maar in principe... Nou, laat vast maar even laat maar een stukje zien. In principe haal ik een beetje los, heb ik geleerd. En dan moet ik hem hier tussen stoppen. Vasthouden. Nou. Tussen twee stokjes. Beetje trekken tot het bijna op is. Rollen. En zo gaat hij dan. Hier heb je wel een beetje kracht voor nodig. En zo komt hij langzaam, maar zeker op mijn stokje. Nou, applausje voor deze mevrouw. Ze heeft het goed geleerd, hè? Ik heb een goede lerares, dus... Nou, behalve dit hebben we ontdekt dat ook het weven weer helemaal terug is van weg geweest. Heel erg in. Kijk even mee naar de sfeerreportage die we daarover gemaakt hebben. Het is weer helemaal hip, hè, wat u doet? Volgens mij wel, ja. Maar ik ben mijn hele leven er al mee bezig, dus wat dat betreft is het voor mij niet zo'n groot verschil. Dit is kantklossen? Ja, inderdaad, het is kantklossen. En is dat ook hip? Hip? Ja, we maken wel steeds heel modernere werkjes. Dat is wel waar. Van brosjes, het is niet alleen maar het kant. En er komen ook hippe mensen op af. Dat merkt u echt het verschil? Nee, wel heel serieuze mensen eigenlijk. Ja, voor de brosjes wel jonger publiek. Dat is wel zo. En voor echt meer oma's voor de boekenleggers bijvoorbeeld. Voor de kleinkinderen. Hoe vindt u dat er meer mensen in geïnteresseerd zijn? Ja, vind ik erg leuk, want het is natuurlijk al een heel oud beroep. En het sterft allemaal uit en dat is gewoon jammer. Ik vind dat we wat dat betreft achteruit gaan. We leren op het communicatiegebied met de computer wel veel. Maar als straks alles uitvalt enzovoort, dan hebben we de oude dingen weer nodig. Hè? Is het nou ook weer trendy, dat weven? Ja, het is weer, komt weer steeds meer weefwerk. Mensen beginnen weer met breien en ze beginnen weer met spinnen. Nou, als mensen gaan spinnen, gaan ze ook weer weven. Ja, alleen maar breien, dat wordt ook vervelend. We zijn nog steeds op de Weversmarkt in Horen met de zomertour. Dames, u heeft net iets gekocht. U heeft van alles gekocht, denk ik. Ik heb zelfs een mand moeten kopen om al het gekochte in mee te zeulen. Wat heeft u al? Kunt u wat laten zien? Ja. Ik weet zelf niet meer wat erin zit. U heeft u helemaal laten gaan hier? Ja, het wordt steeds erger, heb ik het gevoel. Ja. Ik heb ook nog een heleboel tijdschriften gekocht. En die liggen nog bij een kraampje. Die moet ik straks nog ophalen. Waar ook dingen in staan die u dan weer zelf gaat maken? Ja, dat hoop ik wel. Of gewoon lekker in te kijken. Ja. Ja. En wat vindt u hier zo leuk aan? Al die kleurtjes en zo, is dat het? Ja, dit. Die combinatie een beetje zo van die kleurtjes. Oh, ja. En dit is wol, dat brei je op hele dikke pennen en dan ga je het filten. Nou, u kunt een heel jaar vooruit. Ja. Succes! Nou, hier. Mevrouw, het zijn de kleuren hebben jullie die het doen, denk ik. Do you speak English? Oh. Sorry, it's the colors. It's the colors, they're absolutely fabulous, yes. These are Harrisville designs out of New Hampshire, made in the United States. It's 100% wool. So it's very special. Very special wool. And also we have, I have the Sayori yarns that come out of Japan. And there's Tusa silks, there's merino, and there's cotton. Okay, thank you. And we also sell weaving looms.
The Sayori do a whole special type of weaving. They do more of an art type of weaving, and they weave on a double shaft, only two shafts. So when you only have two shafts, you're kind of limited. So when they weave with texture and with color rather than pattern and design. Thank you. Very welcome. En hiernaast, dat had ik zojuist al even gezien, hier is ook iets heel bijzonders. Mevrouw, die tassen van u, hè? Heeft u die zelf bedacht? Dit is tussen mezelf in Petipoot, daarnaast. Ja? We hebben het ontworpen, ja. In de auto onderweg naar huis een avond. En wat is dat? Kunt u het laten zien? Wij noemen dit een leopard app. En dat heeft een grote kant en een kleine kant. Waar je kan spinnen of breien, wat ook allemaal. Je doet alles op schoot. Zal ik ook even zien? Dan heb je wol hier binnen. Ja. En je andere dingen hier. En dan als je gaat spinnen, dan krijg je geen pluisjes op je schoot. Oh, je kunt beter even komen staan. Dan kunnen we het ook kijken laten Kijk zien. Kijk hier. Ja. Dan heb je wol. Als je gaat spinnen, dan is dit op je schoot. Maar als je gaat breien, dan heb je breiwerk en al je benodigdheden met je. En je maakdingetje. En dan als je klaar bent? Als je klaar bent, dan ga je alles opvouwen zo. Je kan het zo naar huis. Dat is de truc. Dat is de truc, ja. En houd je schuim. Nou, hier ook op de markt gespot. Het mandenvlecht-echtpaar van Noord-Holland in ieder geval. En mijn collega Ron heeft daar een portret van gemaakt. Jan en José, zijn jullie nou het wilge echtpaar van Nederland? Ja, anderen bestaan er niet. Wij zijn een uitstervend ras, wat verder is in Nederland niet meer te vinden is. Is het niet heel oudbollig, wilgevlechten? Dat wordt vaak wel gedacht. Op ambachtenmarkten zijn vaak van die futtende of gepensioneerde mannetjes met een boerenkiel en een rode sarouk die het ambacht manden maken demonstreren. Maar dat ben jij niet, hè? Met nou, korte broek. Dat hoop ik niet, nee. Ik verdom het ook om in een rode sarouk rond te lopen. En, Dat is het basismateriaal. Willigeteen, dit is een soort die we zelf telen. Ja, die voor een heleboel verschillende soorten vlechtwerk te gebruiken is. En José, Jan is lekker aan het demonstreren. Ja, Jan doet op de markt vaak demonstreren van het vlechten. En ik mag proberen te verkopen. Kan Jan het beter? Jan laat zich minder afleiden. Wat kun je er allemaal van maken, van wilgetenen? Alles. Je kan het zo gek niet verzinnen of we kunnen het maken. Dit is een Frans fruitplukmandje. Dit is een Zwitserse postmand. Dat is een mandje waar vroeger walnoten in verzameld werden. Een visserstasje wat vissers vroeger op hun buik hadden hangen. En ik heb hem iets doorgevlochten. Maar José, jullie maken ook iets heel bijzonders, hè, van de wilgetakken. Ja. Kun je dat laten zien? Jawel. Grafmanden maken we ook, manden waar mensen in begraven of gecremeerd kunnen worden. Mevrouw, is het iets voor u? Nou, ik wil eigenlijk graag eeuwig leven, dus ik denk niet dat ik hem nodig heb. Ik vind het prachtig. Okay. Gaat u gang? Deze? Ja hoor. Als het mag van José, helpt u die meneer even. Ik leg hem dan wel op de grond. Ja, dat valt niet mee, hè? Hoe ligt het? Ja, ik vind het prachtig dat het ligt. Een dekentje erbij, prima. Maar ja, als je er niet meer bent, je voelt er niks van. Ik vind het echt het zonde van iemand om te verbranden. Zo mooi werk. Zo, ze hebben een hoop maar werk gehad. En dan gaat het de vlam erin. Als jullie samen in bed liggen, heb je het dan nog over wilgevlechten? Nee, dan vlechten we andere dingen. Begin ik haar de haren te vlechten of zo. Nou,
Nou, mevrouw, u heeft het eens op de kop getikt, zie ik. Nou, nog net niet helemaal, maar het is bijna zover, moet ik zeggen. Het is heel verleidelijk. Het is gewoon handmatig gedaan en het voelt zo lekker. Zo authentiek en ja... Een beetje warm nu, lijkt me. Ja, maar we zijn, het is nu pas zomer en over een paar maanden is het alweer zover dat je kunt zeggen... Dan heb je weer nodig. Ja. Heerlijk, ja. Ja, de dames hier bij de kraam. Het is natuurlijk helemaal geen weer om wollen sjaals en zo te kopen. Nee, maar het is wel vooruitzien. Regeren is vooruitzien. Ja, daar ben ik nooit zo goed in. Nee. Nee hoor, binnenkort, ik ben nu al aan het breien en binnenkort hebben we het weer allemaal hard nodig. Dan zijn we blij als we het hebben, ja. Nou, laten we het niet te hard roepen. Ik denk dat iedereen heel blij is met het weer. Nou, maar heeft u het allemaal zelf gemaakt? In principe de breisels wel, ja. Het gewevene, dat haal ik uit Zuid-Afrika, uit de fabriek. En de wol komt ook uit Zuid-Afrika, of de wol, de mohair, ja. En de mensen die houden ervan? Ja, het is een klasse duurder, maar ja, het is ook zo mooi. En ik vind zelf altijd, als je dan inderdaad 3 weken zit te pikken op een trui, dan wil je ook dat het mooi blijft. Pik niet? Nee. Prikt echt niet, hè? Nee. Nee, nou, dat kan ook niet. U neemt hem? Oh, die is ook mooi bij u. Ja, zal het zo zijn? Nou, ik zal toch die oranje nemen. Dit denk ik meer aan mijn moeder als ik zoiets denk. Maar ik vind wel een hele chique kleur. Ja, dat wel. Maar voor mezelf oranje. Ik ben een oranje, bijna authentiek. Succes. Merci. Nou, ik zie ze, ik hoorde ze net al een beetje klaarstaan. Volgens mij is het tijd voor de quiz. Staan hier quizkandidaten klaar, klopt dat? Ja, wij zijn ongelooflijk. Ja, wij kennen elkaar van vroeger. Ik kom eventjes gezellig achter u staan. Ik ben er gezellig bij. U kent elkaar? Ja, nou. Ja, hij weet meer van mij dan ik dacht. U bent Joke. En, ja, ik nog steeds, ja. Ja. En u bent? En Hans. En allebei uit Hoorn dan, denk ik, of niet? Ja. Of is dat... Uit Hoorn, niet helemaal. Maar ik woon al 30 jaar. Niet geboren, maar wel getoond. Nou nee, ook niet getoond. Mijn kinderen zijn hier groot gemaakt. En wat doet u hier? Wat bent u? We zijn van de HKV, hè? Wij, U bent ook van het HKV? Ja, wij organiseren het HKV hier. Ja. Okay. En nou, we doen één keer in de maand gaan we naar het HKV in de Turf. En dan kan iedereen komen, gewoon gezellig. En Hans, wat doe jij verder? Hans is gepensioneerd. Die doet niets meer. Alleen maar leuke dingen. Nou, want we hebben u geloof ik gezien bij de kerk daar. Daar woon ik. Oh, daar woont u. Nou, bent u er klaar voor om Joke te verslaan? Ja, zeker weten. We hebben 3 vragen. Ja. Ik vergeet de ronde mis nog even te intro. Wie ben jij? Hoe heet je? Mira. En Mira, wat woon je hier in Hoorn? Wat... Ja, ik woon hier op de Grote Noord, aan het begin. En werd net aangesproken. Dus... Vaker ronde mis geweest of is dit de eerste keer? Nou, heel veel succes ermee. Dankjewel. We beginnen met ronde 1, dus je mag erin komen. Ronde 1. Vraag 1. Hoe heette... ik wil even mijn vragen erbij pakken natuurlijk. Ja. Hoe heette speciale techniek waarbij vanuit ruwe wol, schapenwol, garen wordt gemaakt? Spinnen? Spinnen? Dat is goed. Oh. Maar dat eerst moeten toeteren, ja. Ja, nou, ja. Dat is het toeteren en dan... Spinnen! Ja. Oh. 1-0 voor Joke. Ja. Oké. Okay. Hier op de Rode Steen ronde 2, de mis. Op de Rode Steen staat hier een standbeeld. Van wie is dat? Jij zeker? Ja. Ja, dat is net eerder. Ja, top, Hans, je moet echt snel. Ja, ik moet snel zijn. Toeteren. Ja, je moet snel. Misschien heeft u een beetje aanmoediging nodig. Nee? Oké. Nou, dan vraag 3. Daar moeten jullie denk ik wel even over nadenken. Normaal hebben we ronde 3. de plaatsnaam, hè? Maar we zijn al een keer met een zomertour in Hoorn geweest, dus ik heb een ander woord bedacht. Hoe spreek je achterstevoren uit creatief? Feita-erk. Feita-erk. Hans? Is het goed? Ja, het is al goed. Het is goed, ja. Nou, hiep hiep, hoera! Nou, we hebben een overtuigende winnaar. Ja, zeker overtuigend. Dit is de prijs, Joke, die je gewonnen hebt. Nou, jongens, geweldig. Hartstikke bedankt. Hartstikke leuk. Nou, we kunnen naar het strand, zie ik. Strandbal. Kijk, even, we gaan het strand op. Allee! Applausje voor Joke. Yes. Nou, rest mij nog de kijkersvraag vandaag.
Kijkersvraag voor vandaag is, wat is kantklossen? Ook iets heel ouderwets, maar wat is kantklossen? Mail het goede antwoord naar zomertour@rtvnh.nl. Morgen zijn we in IJmuiden. De groeten uit Horen. We doen de groeten aan Bert en Daniel, want die zijn aan het werk. En wij lopen hier lekker leuke dingen te doen in het centrum van Horen. De groeten aan iedereen van de EHBO-vereniging Blokker en Zwaag. Ik wil de groeten doen aan Wil van Ruitenbeek, omdat ze mijn liefste moeder is. En dat ze dan kan zien dat ik hier aan het genieten ben. Ik doe de groeten aan mijn dochter, aan Erik en Laura en Joep. We zijn hier in Horen en het is heel gezellig. Prachtig weer. Schitterend mooi weer. Ja, heerlijk. We doen de groeten van papa en mama. Ik doe de groeten aan mijn moeder, mevrouw Kaalman. En dat ze een beetje van deze warmte goed mag bekomen. Want ze kan heel slecht tegen de warmte. Wij doen de groeten aan New York Pizza. Ik doe de groeten aan mijn man. Die loopt voor Stichting Geef een Koe in Nijmegen de Vierdaagse. Wij doen de groeten aan Eindhoven. We vinden het ontzettend gezellig hier in Horen. Hier schijnt de zon ook in Eindhoven ook. Het is lekker om een dagje uit te zijn. Wil je dat de zomertour ook naar jou toe komt? Laat het ons weten. Mail naar zomertour@rtvnh.nl.